moeten die onderdelen, die meest vervuilende onderdelen, zo snel mogelijk dicht vanwege ook de gezondheidsrisico's? Vindt u dat ook? Ik vind dat alle bedrijven die impact hebben op hun omgeving hun uiterste best moeten doen om ervoor te zorgen dat het effect vermindert. Maar het zetten van economie zo 180 graden tegenover gezondheid is ook niet correct. Want dan krijgen we dezelfde discussie over Schiphol, over de petrochemische industrie, over allerlei andere zaken. Wat we moeten doen is ons realiseren dat we economie en ook zware industrie nodig hebben in Nederland en in Europa. Al was het alleen maar vanwege alle ellende in de werelddelen om ons heen. En we moeten ons ook realiseren dat bedrijven en economie een gigantische positieve invloed hebben op onze gezondheid. En dat mensen met banen substantieel langer leven. Ik hoor je betoog. Zeg je, gewoon duidelijker, zeg je als GroenLinks, Partij van de Arbeid, het voor het zeggen gaat, verdwijnen dit soort bedrijven? Stel je dat? Nee, ik absoluut niet. Dan zijn jullie het dus eens. Nee. Volgens mij juist niet. Je hebt betoog? Nee. Verdwijnen dit soort bedrijven, ben ik het eens met GroenLinks? Nee, maar in ik snap er helemaal niks van. Hij heeft een partijprogramma in belasting, CO2-verhoging, noem maar op. Dat willen jullie niet. Ja? Dus dan moet je ook zeggen, wat is nou het perspectief als mensen straks strategisch gaan stemmen op een linkse minister-president? Nou, wat gebeurt dus er dan? Dat moet je dus niet doen. Dat lijkt me wel duidelijk. Ik snap dat je dat zegt, maar je moet ook onderbouwen waarom. Je moet ook onderbouwen waarom je denkt dat het bij hem echt verkeerd gaat. Want Hans van den Berg dat, gaat niet dat roepen. Hoor je hem toch zeggen? Ja. Dat hoor je dan mij begrijp helemaal ik hem niet. Denk nee, maar kijk, ik ga ook geen mooi weer show houden om te zeggen alle industrie in Nederland zal blijven. Want vroeger hadden we hoefsmeden. Omdat we met paard en wagen gingen. En toen kregen we autogarages. Die zullen ook weer meer verdwijnen, omdat we nu weer elektrische auto's krijgen. Ja. Dus een deel van de industrie die we in Nederland kennen, zal verdwijnen. Maar daar komt andere bedrijvigheid. Hier wordt een tegenstelling neergelegd die volgens mij niet reëel is. Want ik zit naast de baas van Tata, die bezig is op allerlei verschillende vlakken om te verduurzamen. Ja. En ik vind dat heel verstandig, want dat is goed. Mm. Omdat dat de weg is die we op moeten. En het is goed voor de gezondheid. Voor van de mensen die eromheen wonen. Maar ik zit dan toch op een ander spoor dan de heer Klaver. Ja, maar dan moet je ook nu zeggen, duidelijk, waar zeg jij ho tegen? Wat gaan we dan niet doen? En wat ik wil eigenlijk niet ook gaan van Hans doen van den Berg weten, even los van subsidies die eraan komen voor de grote vervuilers, hoeveel miljoenen, miljarden kost dat beleid dan, dit bedrijf? Waardoor India op een gegeven moment zegt, nou, kom maar naar huis, hou maar op. Zal ik heel kort antwoord geven op deze vraag? Geen hogere eisen dan de landen om ons heen Een Europese norm. Want als je dat namelijk doet, dan verdwijnen ze naar Duitsland. En hoeveel